Hey boys, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. Met vandaag een Sotasek guide. Dat is dus de vierde room van Theater of Blood. Wordt ook wel de Dark Beast boss genoemd, omdat hij er best wel goed op lijkt. Dus als je met je team van 4, van 3 of van 5 klaar zit, kun je ook duo, kun je ook solo, doe ik eens op. En je gaat in en je pakt alle vier gewoon een plekje van de tiles die ik gemaakt heb. Dus normaal preden gewoon melee, want die boss doet melee. Die boss doet, voilà, dat was dus een melee attack. Die boss heeft ook, ik ben kleurenblind, maar voor mij is dat rood-zwart. Doet die bolletjes, dat is mage. En die doet ook zwarte bolletjes en dat is range. Dus je kijkt gewoon goed dat hij niks naar u afvuurt. Dat was dus een mage attack zoals je ziet, want dat was een rode. En dat split zich op in een range en een mage. Deze, hier moet je moet echt goed kijken naar de bolletjes. Want die bolletjes zet nu prayers temporarily uit. En je moet daar echt wel goed op letten. Nu, zoals jullie zien, het is 66,6% en er komt een mace. Die mace is eigenlijk heel simpel. Eén iemand wordt uitverkoren als de chosen one. En je kunt dan heel de lijn zien. Het enige wat jij moet doen, is als je de mace niet loopt, gewoon volgen waar dat je partner eigenlijk de sporen al heeft gezet voor u. Dus ik hoop dat ik jullie misschien straks kan laten zien als ik zelf de mace moet runnen. Hoe dat eruit ziet, ik weet het niet. We zien wel of dat we chance hebben. Hier komt nu in mijn tekst, a large ball of energy is shot your way. Dus, ja. Dan moeten allemaal in het midden komen staan en dan krijg je ongeveer 20 damage. Voor de rest, die mace komt twee keer op heel Sotasek, op 66,6% en op 33,3%. Dus dat is het eigenlijk. Ik had chance hier met die melee attack. Ik ga terug melee opzetten. Want die melee attack kan echt wel ook veel damage doen. Dus daar moeten we naar kijken. Ik kan jullie jammer genoeg de meest niet laten zien. Maar ik kan jullie wel laten zien. Dus hier beginnen terug bij 1. Dan naar 2. En dan, het is een gemakkelijke, naar 3. En dan gaan we ervoor. Hè. Dan is het gewoon klikken waar dan het rood wordt, boys. Het is eigenlijk zo simpel is het. Het is echt niet zo moeilijk. Het is ook al, zie, voilà, dat is dus uit een melee. Het was maar 23, dus ik heb chance gehad. Het is ook de bedoeling dat je normaal gezien je Dragon Warhammer specs en je Bandos Godsword specs opused. Dat die zijn defense gelowerd is en dat je sneller kunt hitten, meer kunt hitten en zo. Dus voor de rest is het gewoon melee op. Goed kijken naar de balkjes die naar u komen eigenlijk. Voor de rest zie die bal split ook. Dus kom weer in de range op mij af. Komt een mage, twee magen op mij af. Gewoon goed melee prayen. Ook nog een tip. Als je een keer verkeerd bent en er hit u wel zo'n bal. En dat zet je prayer uit. Kun je altijd even weg van een bos stappen. Zodat je meer tijd hebt om je prayer terug opnieuw op te zetten. Dat is een kleine tip dat ik jullie geef. Maar ja, voilà. Dit was eigenlijk Sotasek. Ik hoop dat jullie hier iets van hebben geleerd. Als het zo is, geef mij een duim omhoog, subscribe op mijn kanaal en ik zie jullie heel graag bij de volgende Theater of Blood guide of bij iets anders. Yo, nog een goede dag!